Bas Kolen, HKV, collega van Marco. Ik ga jullie wat vertellen over continu inzicht. Wat ik bij Brigade heb geleerd is dat we moeten kijken naar de technical readiness. Nou, dat zijn we. En naar de social readiness. Dus dat zijn jullie. Dus ik ga jullie eind de vraag stellen van wie is er klaar voor. Daar kun je vast over nadenken. Continu inzicht, dat is, het gaat over dat we de thermometer in de dijk steken. En op die manier een actueel inzicht hebben in de risico's. De kans op falen van de waterkering is echt de faalkans. En de risico's in het gebied erachter. Hè. Dus wat betekent dat, die faalkans, en waar, welke gebieden zijn nou risicovol of niet. En dat doen we voor primaire en voor regionale waterkeringen. En dat doen we voor droogte en voor wateroverlast. En we doen dat niet alleen, we doen dat met een aantal partijen die ja, samen eigenlijk deze innovatie, die HKV Brigade via Brigade heeft ingebracht. En al die andere partijen hebben gezegd, nou wij willen dat wel mee gaan proberen. Dus we kijken naar veenkades bij Delfland, waar we aan de hand van de spijindex, dat is een parameter die het neerslagtekort schat en die voor Delfland betrouwbare resultaten geeft dan andere, maar nog niet 100% ja, betrouwbaar is. Maar die gebruiken ze om te kijken welke keringen moeten we inspecteren. We hebben ze afgelopen zomer heeft dat schaduw gedraaid en daar bleek uit dat als je dat zou toepassen, ja, dat ze echt significante vele kilometers minder zouden hoeven inspecteren en dan hoe ze dat op de oude methode deden. We doen het ook voor rivierland, kijken we naar hoogwater, naar crisisbeheersing. Die krijgen dan een kaartje wat je daar ziet, dit is dan de Grebbedijk. Maar ook, ook voor rivierland, die zien dus een actuele status van hoe ligt mijn gebied erbij. Waar zitten de zwakke plekken, waar op basis van het waterschap kan bepalen van hierop wil ik rampenplannen. Of wil ik activiteiten, noodmaatregelen nemen, maar ook kan adviseren richting de veiligheidsregio. En als je een stapje terug doet, wat we voor ons onderkwartier doen, is dat je ook inspectieplannen kan gaan maken. Als ik weet hoe mijn keringen bij liggen, hoe ze zouden moeten zijn, wat de faalmechanismen zijn, hoe kan ik daarop risicogestuurd gaan inspecteren, zodat ik weet waar nou, ik het meeste voor mijn euro krijg. Dat is het project Continu Inzicht. Wij gebruiken erin data. Het zijn allerlei gegevens die wij weten van waterkeringen. Dat kunnen ook meldingen zijn. Wij gebruiken kennis. Kennis dat zit in de hoofden van beheerders. Maar kennis zit ook in allerlei rekenregels die wij hebben. Modellen die we hebben. En die confronteren we met elkaar. Die zijn het niet vaak met elkaar eens. Soms wel, soms niet. En dat leidt dan vervolgens tot informatie. Hè? Dus die confrontatie dat geeft daadwerkelijk extra waarde. En op basis van die waarde, die informatie, zal ook daadwerkelijk gehandeld gaan worden. Dus wij combineren gegevens over waterkering met waterstandsverwachtingen, bijvoorbeeld met fragility curves, die schrijven wat is de kwetsbaarheid van een kering. Daar komt een beheerdersoordeel overheen. Hè? Dus we weten dat het daar misschien niet helemaal deugt, of we hebben meldingen uit het systeem, of nou ja, hè? Radarbeelden die ook informatie geven of inspecties. Dus we vinden daar toch wat gevaarlijker dan dat het leek of andersom. En dan kun je dus risicogestuurd gaan werken. Nou, hoe ziet er dat uit? Zo dus, hier komt nog een blokje bij. Als beheerder kun je inloggen, ik wil real-time inzicht, dus dat is wat er nu, morgen overmorgen, geven we de waterstandsverwachtingen. Je kan een voorbeeldscenario aflopen, omdat we heel vaak natuurlijk geen hoogwater of droogte hebben, maar dat je wel wil zien hoe functioneert mijn systeem. Je kan jaarverslagen maken, een beetje richting de zorgplicht, en je kan inspectieplannen maken. Nou, ik ga even hier naartoe. Hier zien jullie rivierenland. Ik laat even de drie belangrijkste componenten zien. Het begint allemaal met waterstanden. Waterstanden, dit is een voorbeeld, die je inwint. En vervolgens een heel simpel scherm. Dit is de waterstand, hij gaat omhoog of omlaag. En we zitten in deze risicostatus die wij hebben bedacht. Omdat de eerste gebruiker waarschijnlijk gewoon hele simpele informatie wil. Vervolgens kun je doorklikken, maak je het moeilijker, krijg je een grafiek. En een tijdreeks. Hè? Dus hier zie je de waterstand op, hoe die kan gaan verlopen. Die koppelen wij aan keringen. Nou, dan zie je een lijntje hier met allemaal groene keringen. En hier is het dan even voor de mooie is het wat rood. Hierop zie je aan de hand van stoplichtkleuren welke kering is zwak. Hoeveel kilometer keringen zijn zwak. En wat is de overstromingskans in het hele gebied die voor de veiligheidsregio relevant is. Je kan op een kering klikken. En dan krijg je weer de status te zien. De fragility curve, dus de kwetsbaarheidscurve.
gebaseerd op al die data en die kennis, opgebouwd naar verschillende mechanismen die erin zitten. Hè. Dat zijn allemaal dingen die wij weten van waterkeringen. En deze lijntjes hier laten zien wat de actuele situatie is morgen en overmorgen waar je dan zit. Dus hier zijn we hartstikke veilig, code groen. Als de waterstand stijgt, dan zal ook de faalkans stijgen. En op een gegeven moment kom je dan in een risicoklasse. Nou, dan kun je allemaal tunen als beheerder van wat jij vindt wat code rood en geel is. Hè. Dat kun je zelf instoppen. Ja. En zo kun je ook kijken naar het gebied waarin je dus overstroomscenario's of gevolgen met kansen gaat combineren. Dit biedt dus een basis over je van alles wat we weten, van je actuele kennis van het gebied. Je kan vooruitkijken, morgen, overmorgen. Waarmee je dus risicogestuurd kan gaan werken. En uiteindelijk door die confrontatie tussen rekenregels en de beheerder, zullen die twee modellen, dus de kennis daarvan, zal dichter bij elkaar komen. Zodat ze uiteindelijk hetzelfde beeld hebben. Dit is continu inzicht. Ja, we doen het met een aantal waterschappen. Ik denk dat het zover is dat meer het kunnen gaan gebruiken. Dus ja, ik zou die wil, zeg maar. Hè.